Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets schokkends doen. En nee, het is geen schokmachine of wat we de vorige keer al gebouwd. Moet je even checken als je de vlog niet hebt gezien. Maar het is een Tesla coil en dat heeft niets te maken met een Tesla auto. Oh, ik hoor hem al vonken. Wow! Wat we nodig hebben, 3 condensators van 3,9 nanofarad. En dus NF. Een PVC-buisstukje. Tape. Ongeveer 40 meter koperdraad en een tangetje. Oh ja, en nog een elektrische vliegenmapper, maar die moet nog komen. Hey, het is aangekomen. Dit hebben we nodig. Niet meer. Dit is los. Wat we eerst moeten doen is 420 wikkelingen van koperdraad om het beste buisje te doen. Dat is ongeveer 40 meter van koperdraad. En zorg ervoor dat je nog een ruimte zo overlaat. En dan pluk je dat pas zo hier vast. En dat moet los blijven. Nou, dan gaan we dan met wikkelen. 420. 12 seconds later. Zo, het heeft lang geduurd, 420 wikkelingen. Ik heb er ook een beetje zo tape omheen gedaan dat het er niet afgaat. Oh, wauw. En nu deprinten wat we nodig hebben. Zo, en deze moet naar 25. Dan even 2, 5, enter. Wauw. En deze moet naar 25. En dan 2, 5. Wauw. Zo, en dan gaan we naar file. Ja. En dan print. En zo. Wat we net met 420 wikkelingen hebben gedaan. Moet hier zo op, precies door het gleufje heen. Dit raakt precies door het gleufje heen. Zo, zodat het niet fout gaat, anders kan het breken. Dan is het de bedoeling dat we dit zo op elkaar zetten. Maar eerst gaan we deze condensator, dat rode ding alleen, vervangen voor deze drie. Nu gaan we de condensator nog maken. Met het idee ontwerp heb ik al een paar gaatjes erin gemaakt voor deze dingetjes. Nu de pootjes vast. Ja.
zijn weer een dagje verder. Nu gaan we de bedrading doen. Dan één zo'n zwart draadje. Dat steek je er zo in. Hier. En dan steek je zo een klein beetje. Zo, we doen het zelf met de andere kant van de condensatorbank. Maar deze keer met een ander nieuw draadje. Nu gaan we de vonkenbrug aansluiten. Door middel van dit bijgeknepen zwart draadje. Zo hier zo op de door te doen. En dan doe je de schroef. Zo, dan moet je ietsje minder ver. Doe je de schroef erbij. Hetzelfde doe je met deze. Want het is natuurlijk de bedoeling. Die schroeven een millimeter van elkaar vandaan steken. Het mooie van dit systeem is dat je het heel makkelijk kan afstellen. Wat zo handig is. Ik heb de primaire spoel gewikkeld van ongeveer 8 wikkelingen om een wc-rol. Dat zijn 8 wikkelingen, heb ik er tape omheen gedaan. Ik heb de wc-rol weggehaald. En dat moeten we dan op de secundaire spoel plaatsen. Eerst moet je het hier heel voorzichtig overheen schuiven, dat het niks breekt, niks stuk gaat. Nu gaan we de primaire spoel aansluiten op die daaronder. Dat doe je door middel van een schroef. De bedoeling dat deze paars hier zo komt. Zo. En dan moet de bruine er ook nog bij met de schroef. Deze die hou je er zo bij. Die moet je er ook in doen. Doe eens met de andere kant. Precies het schema, dat krijgen jullie nu te zien. Zo, dit is nu allemaal aangesloten, alles behalve de voeding. Maar dat komt later. Heel voorzichtig. Moet je dit zo doen. En dan heb je heel lange schroeven. Die doe je zo erin naar beneden. En deze. Zo. En deze. Zo. En deze. Zo. Zo, nu gaan we de aarde maken. Je hebt van dat zilverpapier. En dat trek je dan zo. Dan hou je dat vlakband eraf. En dat ijzerdraadje daar. Zorg ervoor dat dat goed in verbinding raakt met deze. En dan pak je dat zo helemaal om de rand heen. Zo, we hebben nog zo'n ijzeren boierbol nodig, maar die hebben we niet. Dus waar zou ik die vandaan kunnen? Ja, even weer daar. Zo. Het bovenste draadje van de secundaire spoel. We nemen het dan op aan de schroef van de ijzeren bal. Zo, ho. Zo. Strak opwinden. En daarna draai je dan de ijzeren bal vast. Dan draai je de schroef aan de ijzeren bal vast. Zodat er niets meer mee kan gebeuren. Nog ietsje verder. Zo. En dan maken we deze. Dat ijzeren draadje erin. En koper draadje erin. Zo in. En dan lijmen we die er zo op. En dames en heren, nu het grote moment. Zou je het doen? Oh, ik hoor hem al vonken. Light en licht uit. Zit hij al bij? Wacht even, kijk. Hij hangt gaan geen eens helemaal los. Geen eens trekken. Zo. Het werkt gewoon. Jongens en meisjes, hij is helaas niet zo heel erg krachtig. Dus ik heb een keer de vliegenmapper gebruikt. En die twee schroeven. Hier zo, dat is wat hele kleine vonkjes slaan. Als je die alle twee tegelijk aanraakt, krijg je een schok. En die is ongeveer even hard als de schok van een schokautomaat. Dus gewoon voor de lol zeg ik dat even. Even hard als de schok van een schokautomaat. Dus als je die na hebt gebouwd, bereid je erop voor. Als je die twee aan wilt raken, tegelijk aanraken, krijg je de schok. Tot volgende vlog.
Damn.